Hola en welkom bij een nieuwe vlog van M&M. Hallo. Ik heb geen koptelefoon om vandaag in deze uitzending. Lekker. Met een ventilator. Die doe je om je nek en dan kan je stellen en dan naar je gezicht laten blazen. Heerlijk. Heerlijk verfrissend in deze warmte. Ja, die heb je nou wel nodig, hè? Ja, en die hebben we gekocht bij de Chinees. Die Chinese winkels die je overal ziet in Benidorm. 8 euro, ja, koop je. Ja, en je kan hem gewoon opladen met USB. Gaat heel de dag mee. Ja. Ideaal. Dus je ziet ze nou best veel, hè? Ja. Ja. Veel mensen hebben ze nu. Bij het begin dacht ik ook dat het een koptelefoon was, maar hij waait lekker. Heerlijk. En we staan hier bij onze sportschool in het park. Ja. Want we gaan even een rondje Benidorm doen, even wandelen door het oude centrum. Ja, door het oude centrum gaan we zo lopen we naar beneden, zeg maar, van boven naar beneden en dan gaan we naar de Starbucks. Ja. Even een kijkje nemen binnen, want we hebben toen wel de buitenkant gefilmd 2 weken geleden, toen het nog niet open was. Ik ben heel benieuwd hoe het binnen is. We zijn wel benieuwd. Kijken nog even naar die kopjes kijken. Oh ja, die kopjes. Die we verzamelen. Kijken bij de collectie komen. Ja, toevoegen. Precies. Bij deze bakker Granier kun je heerlijk koffie drinken en hele lekkere broodjes en croissantjes eten. En die zit ook op de Avenida Mediterrano. En er zit nog een vestiging aan de andere kant van het centrum. En hoe smaakt die? Heerlijk bakje koffie. En wel een beetje groot voor een kleine koffie. Dus kan misschien een beetje een espresso kunnen bestellen. Ja, altijd hè. Ja. De Kinjo is nog groot. Ja. Heb je thuis die kopjes gezien? Het zijn andere, een andere serie. Wel jammer. Ik vind die andere mooie hier thuis. Koffie gaat er altijd in hè. Te groot of klein is. Altijd lekker. Leuk, hier op de hoek zit nou Popeyes. Oh ja, een nieuw restaurant. Ja. Een soort McDonald's-achtig iets, maar dan met kip. Met kip, ja, uit Louisiana. Concurrent van de KFC. Ja. Oh, ja, ook leuk. En een buitentras hebben ze ook. Ja, super. Ja. Nou ja. Mooie grote zaak. Ook weer een aanwinst voor de jongeren, zullen we zeggen. Ja. En op de andere hoek heb je een heel groot familierestaurant, Italiaan La Piemontessa. En dan kun je heerlijke pasta's en pizza's eten. Hij is een tijdje dicht geweest, maar nu is hij weer open. Ja, heel gezellige locatie op het pleintje Plaza Triangolo. Ik zal zeker een keertje daar gaan eten. Dat was even een leuk rondje door het centrum van Benidorm. Even lekker gewandeld, ondanks de hitte. Ja, dankzij dit ding valt het mee. Is lekker het cool. Valt nog mee, ja. En nu lopen we even op het strand waar het knetterdruk is. Dus alle vakantiegangers, Spanjaarden, Engelsen. Die gaan we lekker te bakken. Ja. Naar mij niet gezien, want er komt geen zand tussen meteen. En er is hier nou zelfs een aquapark aangelegd in het water. Ja, mooi hè? Mooi, ja. Hartstikke leuk. Dan kan je lekker zwemmen van de glijbaan af in de zee. Ja, dat is wel lekker met die warmte. Ja.
Nou, weer bedankt voor het kijken naar deze vlog van deze week. Vond je wel leuk? Druk dan een duimpje. Vergeet niet om te abonneren. Graag. En wat zeggen wij altijd? Adios. Tot volgende week.